Fuck, dat is een fout. We hebben de verkeerde trein. Alex is gemist. We zijn de lul. Hallo, hallo, Alex. What is er mis? What's the bird? Onze train. Onze train. Dan zijn we weg, dus let's go. Fuck a ride in the pussy. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is de derde en de laatste vlog van het Dutch. Vast. Van het, van het Dutch YouTube Gathering. Van het Dutch YouTube Gathering 2015 avontuur. Dus heb je de andere twee afleveringen nog niet gezien? Ga je dat zeker even checken. Dat heb ik deze opname ook eens proberen te doen. En toen wandelde ik gewoon door deze kamer en toen trok Alex mijn broek af. Dus nu hou ik hem gewoon vast en Alex zit daar. Dus ja, vandaag gaan we terug naar fucking kut België. En het wordt een depressieve, moe kut vlog. Dus vind je het kut, dan zeker even een duimpje omhoog. En ik ben Ace, ik zou zeggen, let's go! Dus boys, ik ga nu even een douche nemen in dit prachtige hotel. Want daar heb ik fucking veel zin in. Dus jongens, ik ga douchen. Let's go! Let's go zeggen. Ik ga geen let's go meer zeggen in deze vlog. Geen let's go meer in deze vlog. Ik stop ermee aan. Wat jij van de Dutch YouTube Gathering? Ja, wat goed, hè? Ja. Ik vind mensen nog geïnterviewd met de ananas gisteren. Ja, maar ik doe gewoon professionele dingen, weet je wel. Ja, zeker weten. Ja. Mag ik een vraag stellen aan jou? Vind jij ook dat Maarten moet douchen omdat hij stinkt naar zweet? Ik ga daar niet op in. Wat? Nee, hij is daar! Kijk even, Maarten. Het gaat er allemaal goed. Oké, maar ik heb dus gedoucht nu. Het was heb je gedoucht? Ja, Maarten niet. Was het douche lekker? Het was een lekkere douche. Ik ga me dus nu omkleden. Het weer is super lekker. Ik ga zo douchen. Ja, douche. Dus boys, ik ga me nu omkleden. Maar zo kan ik niet door Utrecht. Ja, boys, let's... Nee, ik ging niet meer let's go zeggen. Dus boys, we gaan ermee door, hé. Let's go. We gaan... We zijn nu de kamer aan het opruimen. Zometeen gaan wij nog naar Utrecht Centrum. Want ik heb honger. En iedereen heeft wel honger. Dus wij gaan nog een beetje eten halen. Dan vertrekken wij met de trein richting Antwerpen. En dan moet ik terug naar B-Town. B-Town Blankenburg. Dus boys, ik heb een krop. Ik ben depressief. Ik wil nog niet naar huis. Blankenberg is kut. Stad België is kut. Ik wil in Nederland wonen. Boys! We gaan er niet naar huis. Ik ga eten halen en ik ga eten halen want ik heb honger. Dus we gaan nu eten halen. Okay, plans have changed. We moeten opsplitsen in twee groepen, want sommigen zijn nog niet klaar en we moeten uitchecken en dit, dat. Dus de ene groep gaat nu al weg en die zien we eigenlijk niet. Natas! Schwagiel op Tonje Koele trui. Oh, Tonje. Twitch, jongens, Twitch. Is de ding. Ding. Dus Schwagiel, I see you soon, man. Yes. Was leuk. Was fucking vet. Yes. Was echt nice. Leuk. Ik zie je snel. Ja. Joe. Oké, Swahil is weg. We zijn hier nog met heel zoets, behalve Swahil. En we gaan nu naar de Smullers. Shoutout naar de Smullers. Jawel. Nee man. Gaan we niet naar Smullers? Nee. De broodzaak. We gaan dus niet naar Smullers. Er is daar wel een Burger King. Ja, we zien wel. Het is allemaal erg ingewikkeld. We gaan ergens eten zoeken in Centraal. Dan gaan we terug naar België. En voor de rest is het gewoon een goede dag op Utrecht Centraal. Nu even wat eten zoeken en dan pollen we het af. Dan zijn we weg dus. Let's go. Fuck a ride in the pussy. Meneer. Oké, dus ja, nu zijn we hier gewoon op Utrecht Centraal. We doen een kleine lunch. Ik eet een broodje mozzarella en een sausijzenbrood. Want ja... Kies heeft ook wat eten, maar Joey heeft ook wat eten. Gio belt, ik ben Dosti. Ryan heeft geen eten en dat verwondert mij echt niet. En Alex heeft ook gewoon een broodje filet Amerikaan. Boys, wij gaan nu eten, smakelijk. Als jullie nu aan het eten zijn, ook smakelijk. Als je niet aan het eten bent, nou, dan eet je niet. Dus boys, ja, wij gaan eten. Ik heb honger. Let's eat. Hier staan we dan in Utrecht Centraal met Justin. Hallo Justin. Hallo man. We have to go right now, because we moeten weg. Ik heb geen zin om weg te gaan, maar ja, het moet gebeuren, dus... Het was goed weekend. Was goed.
gedaan. We hebben goed gedanst. Ja, zeker. We hebben van alles gedaan. Arme benen. Als je niet weet over wat we het hebben, vlog van gisteren. We hebben hard gedanst. Naarten? Ja. Je steekt nog altijd aan zweet. Niet zo, maar laat de camera vallen. Ja. Hallo. Hallo. Het was nice. Dat was nice. Oh, nee. Dat was fucking nice. Dat was het dan, jongens. Nu moeten we terug naar kut België. Ik heb er geen zin in. We staan nu op Sint-Hertogenbos. Ja, gewoon wachten op de trein. Ik ben depressief. Ik wil niet naar huis. Het is dan om terug stom kuthuiswerk te maken en al die domme shit. We staan hier nu met Ryan en Alex. Net hebben we met Thies nog op de trein gezeten. Maar ik was te moe om te filmen, dus ik heb daar gewoon geslapen op de trein. En ja, nu gewoon wachten op de trein. Dan gaan we naar Roosendaal. Dan daarover stappen en dan gewoon Antwerpen. En dan moet ik nog helemaal naar fucking Blankenbergen. Waarom woon ik toch aan de zee? Dus ja, ik heb geen zin. Ik ben moe. Ben kapot en depressief. Dus guys. Nu zitten we dus op de trein. With Ryan en Alex. En we gaan richting Roosendaal, denk ik. Ja, we zitten nu gewoon op de driving train. En het is wel chill, het is een goede tijd. We lezen boekjes met bikini babes. Ja, het is chill, het is mooi weer. We hebben een krop omdat we weg moeten. Wat een leven. Vergeet niet, een duimpje omhoog. Vergeet niet dat dit de laatste vlog is van de drie vlogs. En holy shit, overbelegd. Dus, ik zie jullie als we op die trein zitten. We gaan dan gewoon van trein verwisselen en ja, check dit. Vloggen in het openbaar, I don't care. We zijn dus in Roosendaal en we moeten onze trein halen. Alex zegt dat we hem gaan halen, ik denk dat we hem gaan missen. Maar fuck that shit. We nemen nu de NSB-trein of zo, het ik veel. Het is zo ja, de Nederlandse en Belgische trein samen. We gaan erop. Het is even nog niet meer zo lang en dan zijn we in Antwerp. En dan moet ik fucking lang wachten. Want de eerste trein dat ik heb, die vertrekt naar B-Town, is maar om, is gewoon te laat. Dus wij moeten nu naar onze trein en dan gaan we slapen en chillen en eten. Boys, let's do this. Fuck, dat is een fout. We hebben de verkeerde trein. Alex is gemist. We zijn de lul. Hallo, hallo, Alex. What is er mis? What's gebeurd? Onze train. Onze train. Oké. Oh my god. Oké, we hebben het gehaald. Holy shit. Net op tijd. Nu dus naar Antwerpen. En vanuit Antwerpen moet ik dan naar Blankenbergen. En dat is nog een keer 2,5 uur reizen. Dus eigenlijk zitten we in de helft van mijn reis, in de helft van de treindag. Als we daar kijken, dan zien wij een Ryan in zijn natuurlijke habitat. Altijd een camera bij zich. Een colaatje en wat stroopwafels. Ryan gaat voor het hapje. Neemt hij hem? Nee, ja zeker. Daar neemt hij een hapje. Gaat hij nog een hapje nemen? Gaat hij nog een... Daar hebben wij hem. De Ryan. Heeft hij dorst? Nee, toch niet. Wat doet hij? Hij denkt na over het leven en neemt opnieuw een stroopwafel. Hij observeert de stroopwafel, ruikt eraan. Wat gaat de Ryan doen? De Ryan neemt een hapje. Ryan? Chill weekend. Alex, kom mee. Ryan blijft zitten tot in Mechelen. Dag Ryan. Nu moeten wij door. Ik moet nog helemaal naar Blankenbergen voor de 10.000ste keer. Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik in Blankenbergen woon. Nu heb ik een beetje tijd om over te stappen. En dan 2 uur op de trein alleen zonder vrienden. Dus ik ga nu overstappen. Ik zie wel. Ik weet niet eens hoe laat ik mijn trein heb. Dus ja, ik zie wel. Ja. Zoals ik dacht, Antwerpen Centraal. Ik kijk wanneer ik mijn trein heb. En ja, inderdaad, ik heb een kutleven. Ik moet hier nog fucking een uur wachten voor mijn fucking trein naar fucking Blankenbergen. Dus ik ga hier nu gewoon een uur schimmelen. Alex, ja, joe. Ik ga nu een uur wachten en geen fuck doen en drankjes drinken. Dus boys, ik heb hier echt geen zin in. Ik ga te voet naar Blankenbergen. Hey, ik ben in Gent. Holy shit, ik heb fucking lang moeten wachten in Antwerpen voor mijn trein en dan ja, alsof ik nog niet weg had.
Even, we trainen nog een keer 20 minuten vertraging hier. Dus moet ik nog eens 20 minuten wachten om naar Brugge te kunnen. En in Brugge moet ik dan nog eens een half uur wachten om dat te kunnen. Dus al bij elkaar voor het leven. En ja, vanaf dat ik kan verhuizen naar ergens anders. Maar dat gaat nog even duren. Dus boys, ga eten halen. Pieter op zo nu in het station. En ja, dat zien we wel. Het is een beetje onverwachts. Ja, let's eat. Ik zit nu dus op mijn trein. En ik heb net gehoord dat er vertraging was omdat er mensen op het spoor waren gesprongen ofzo. Ik versta er helemaal niks van. Ik heb mijn Turkse pizza. Nu richting Brugge. In Brugge weer. Een half uur wachten op mijn trein. Kut leven. Ja. Smakelijk. Ik ga terug naar huis. Video's bewerken. Huiswerk maken. Back to the cut life. En ja. Nu genieten van de vertraging en eten. Dus jongens. Oké, het is zoals ik dacht dat het ging zijn. Mijn trein ja, is hier om 4 na 8 en het is nu 20 na 7. Dus ik heb een kutlevering, hier fucking lang wachten. Er is hier geen reet te doen, er is hier niemand, ik ben fucking alleen. Dus ik ga nu naar de winkel hier of zo, als die open is. Wat me zou verwonderen en kijken of er daar iets te doen is. En ja, zo niet, dat zie ik jullie als ik thuis ben. Dus ja, hopelijk raak ik thuis. Hey boys, ik ben thuis, eindelijk, na fucking lang wachten. Mijn trein heeft nog langer vertraging gehad, dus ik heb daar gewoon een uur gezeten in fucking Brugge. Nu ben ik dus thuis, holy shit, ik heb het wel gemist achter mijn computer. Echt, wauw. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik thuis was, ik heb meteen alle files van mijn camera naar mijn computer gezet, want de SD kaart was vol en daarom heb ik ook niet meer gevlogd tussen de treinrit. Maar nu ben ik dus thuis. Ik ga even de DTG aan het napraten met de squad en gewoon mails aan het lezen en zo. En zometeen ga ik beginnen editen aan de DTG vlogs en dan misschien straks nog een video opnemen en dan slapen en dan nou, dat zien we wel. Maar ik neem jullie nog mee, het is 9 uur nu en ja, we gaan nog wilde nacht tegemoet. Dus jongens, ja, ik heb zin om op te nemen en op te editen. Let's edit. Het is veel moeilijker dan ik dacht om niet let's go te zeggen. Het is echt moeilijk. Het is echt moeilijk. Let's edit. Oké, boys. Ik lig weer in mijn eigen bed. Eigen kamer. Holy shit. Een van de eerste shots in mijn eigen huis. In deze kutstad. Holy shit. Boys, ik heb ook aandenken aan de Dutch YouTube Gathering. Het was een geweldige dag. Sowieso beste weekend uit mijn leven. Ik heb er een aandenken aan. Hier hangt hij. Jullie kunnen hem zien. Daar is hij. Mijn hanger. Van friends and family. Hopelijk kan ik volgend jaar gaan als special guest. Daar mik ik op. Special guest. Zou super awesome zijn. Als jullie alle drie de vlogs hebben gekeken. Een dikke vette shoutout aan jullie. Ik ga nu even gewoon zeggen wat ik het allerleukste vond van het weekend. De dingen opnoemen waar ik ja, de geweldigste dingen, memories van heb. En ja, die ga ik nu opnoemen. Dus ja, ik heb deze avond nog een film gekeken. Project Almanac. Was een fucking vette film. Zeker eens checken, is een beetje zoals de Butterfly Effect. Ook over tijdreizen en zo. En gewoon een super goede film. Zeker eens checken. Wat is nu? Mijn top memories van Dutch YouTube Gathering 2015. En die zijn sowieso dat ik even heb gepraat met Enzo Knol. En dat was niet eens bij Meet and Greet of zo. Dat was gewoon bij de Divi Move stand. En ik stond daar en hij stond daar. En ineens zijn we beginnen praten. En met die was fucking vet. Was fucking awesome. Ik stond er helemaal te shaken. Ik was stress en holy shit. Dan twee sowieso de momenten dat ik heb mogen staan schreeuwen en staan gooien met shark blikjes. En mijn armbandjes van Smoor en Divi Move naar jullie in de Divi Move crowd. Was fucking vet. Was awesome. Het gehele DTG gebeuren in het algemeen een beetje. Hoteldingen met de squad waren ook super awesome. Elke avond, de laatste avond, was allemaal super chill. En dan natuurlijk al de koekjes die ik heb gekregen van jullie. En al de Red Bull. En alle cadeautjes die ik heb gekregen van jullie. Het was fucking vet weekend. Jongens, ik ben Acid. En ik zou zeggen, bedankt voor het beste weekend ooit. Zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video op mijn kanaal. Slapen.